Kevin Jansen, je staat vandaag eindelijk weer eens in de basis. Je biedt goed weerstand tegen Fortuna en uiteindelijk valt hij dan toch 5 minuten voor tijd. Hoe sta je hier? Ja, zonde. Ja, zonde. Kijk, ik denk dat je niet dat hoeft verliest vandaag. Dus zonde. Ben jij tevreden over je eigen spel tot nu toe? Nou ja, tot nu toe deze wedstrijd. Ja, ik heb gewoon wat ik zag, ik heb mijn ding gedaan. En, ja, meer dan best kan ik niet doen, maar ik heb wel laten zien dat ik nog wel kan voetballen, denk ik. Ja, inderdaad, want vorig seizoen was een nogal raar seizoen voor jou. Pendelde een beetje tussen basis en bank. Dit seizoen dacht ik eigenlijk, dit zou nog wel eens het seizoen van Kevin Jansen kunnen worden. En dan sta je er eigenlijk weer naast. Heb je wel het idee dat er een stijgende lijn in zit? Ja, stijgende lijn. Kijk, wat je zegt, ik dacht ook dat dit seizoen wel eens mijn seizoen zou kunnen worden. Ook voor NEC. En ja, dan merk ik eigenlijk vanaf het begin dat het niet zo is. En dat is moeilijk. Het is vervelend. Kijk, ik heb heel veel wedstrijden gespeeld al. En, als je dan niet speelt, dat is gewoon kut eigenlijk. Maar ik heb gewoon lang moeten wachten. Iets te lang eigenlijk. En, ja, nu zet hij me erin en probeer ik gewoon mijn ding te doen. En, volgens mij wel aardig gewoon mijn ding gedaan. Dus. Als je nu eens eerlijk kijkt naar je concurrentie op het middenveld, op welke plek zou je dan eigenlijk moeten richten? Nou, gewoon ik denk de twee controleurs. Dus ik denk dat hij met een andere type team wil spelen. Alleen die twee erachter kan ik gewoon goed invullen, denk ik. Je bent wel gelijk belangrijk. Je geeft een semi-assist op Sven Braken. Smaakt dit alvast naar meer voor aankomende zondag wellicht? Kijk, zondag weet ik niet. Ik weet niet wie die in zijn hoofd heeft. Maar wat mij betreft speel ik elke wedstrijd. En dan doe ik gewoon mijn ding in de wedstrijd. En, niet op de training zoals nu. En dan kan ik wel veel trainingen en mijn ding blijven doen. Maar, ja, weet je, het is gewoon zonde dat je niet zoveel speelt eigenlijk. En dan is het ook is het lastig als je zo ineens moet spelen. Dus, maar ja, als zondag, als die weer voor mij kiest, dan sta ik er weer. Als je nu kijkt naar het elftal, aankomende zondag wacht Jong AZ weer voor de competitie. Is het dan eigenlijk misschien niet wel beter dat je gewoon uitgeschakeld bent voor de beker en je nu volledig kan focussen op de competitie? Nee, het is gewoon zonde. Als je doorgaat en je loopt, ik zeg maar, 2 keer een amateur thuis of tenminste een wedstrijd thuis, dan kan je gewoon winnen. En dan, zei ik net ook, dan kan je gewoon in de halve finale staan. Dus, en er is niks moois dan de halve finale weer van de beker. Dus. Ja, dat vind ik altijd een beetje onzin dat je maar blij bent met je trein. Jack, je verliest hier met 3-2 van een eredivisionist. Is het een terechte uitslag volgens jou? Oh ja, terecht. Ik denk als je op basis van vooral de eerste helft kijkt, denk ik dat we prima gespeeld hebben. Dat we aan de kans afgedwongen hebben. Ik vind dat we onnodig een doelpunt weggegeven hebben. En met de bal op de paal misschien ook een strafschop kunnen hebben. Dat we misschien wel iets meer hadden kunnen hebben in de eerste helft. Tweede helft heb je wat moeilijker, kom je de voetballen wat minder uit. En hoop je, verwacht je, dat wanneer je hun moet gaan verseren, dat je vanuit de omschakeling toe kan slaan. Ja, heel zuur is het dan dat je eigenlijk voor in de bal verliest en vanuit de omschakeling jezelf verrast wordt en de 2-2 valt. Ik denk dat daar de wedstrijd nog twee kanten op kan. We hebben wat met Darry en Asjebar wat verse mensen voorin gebracht. Bij hun zat er natuurlijk in de achterhoede wat pijntjes in de vorm van kramp. Daar wilde Fortuna pijn doen. Ja, en ik denk dat dan de tweede goal of de derde goal van Fortuna op een verkeerd moment valt. Waardoor we in de slotfase eigenlijk moeten gaan forceren. En, dan moet die bal een keer goed vallen, want dan weet je, dan komt het op lange ballen, op luchtduels en op... een klein beetje geluk neer. Wat vond je van het feit dat je nu tegen een voetballende tegenstander speelde? De afgelopen twee wedstrijden speelde je tegen een defensieve ploeg met een 5-3-2 opstelling. En het leek er eigenlijk op dat jullie hier op zich nog wel een antwoord op hadden. Nou ja, dat is ook omdat we gekozen hebben voor een behoudende speelwijze. En we hebben echt gekozen om Fortuna op te vangen. We wilden de ruimtes benutten die zij zouden laten. En als we de ballen hadden, dan wilden we heel snel diepte zoeken. En vooral aan de zijkanten met Mike en met Jonathan. Ja, dat kwam er wel aardig uit in de eerste helft. Daar werden we gevaarlijk door. We scoorden een goede goal. Dat was prima. De speelwijze tegen Fortuna die nodigt wel een beetje uit om
echt in die wedstrijd te groeien. Uiteindelijk ben je nu dus uitgeschakeld voor de beker. De focus kan dus nu wel weer compleet op de competitie, zou je dan zeggen. Is het eigenlijk niet meer een zegen dan een vloek voor NEC dat je nu gewoon volledig die focus daar op die competitie kan leggen en nu niet meer kan met de beker? Ja, nou ja, kijk, als sportman wil je elke wedstrijd winnen en had ik ook graag in de koker gezeten. Die speelronde wordt de laatste wedstrijd voor de winterstop gespeeld als wij uit naar Twente moeten. Ja, dubbel gevoel, want ja, ik had zo graag ons allemaal die overwinning gegund. En ja, dan kunnen we nu zeggen, we kunnen hiermee verder. Maar als je die boost had gekregen zoals we die bij Excelsior bijvoorbeeld gehad hebben, ja, dan kan je daar echt mee verder. En dan heb je ook wat beter gevoel. Dan hoef je niet die teleurstelling nog weg te poetsen. Want ja, uiteindelijk door het scorenverloop, door de wedstrijd, ja, sta ik toch nog wel een beetje met een teleurgesteld gevoel. Ja, teleurgesteld gevoel zeg je, maar hoe zit dat naar zondag toe? Biedt dit nog wel vertrouwen voor een jong AZ, wel een, toch een compleet andere tegenstander, maar voetballen toch wel wat aardige dingen laten zien? Hoe zie je dat naar zondag toe? Nee, maar dus en dat heb ik, daar heb ik net in de kleedkamer mee afgesloten, dat het zuur is qua resultaat. Alleen dat dit wel is wat je wil zien in een wedstrijd, strijd en passie tot de laatste minuut. En er gebeuren links en rechts heel veel fouten. Dat maakt niet uit. Alleen ja, we kunnen wel verder op de basis. We zijn teruggegaan naar de basis. In het verdedigen, in het aanvallen. En daar moeten wij vooral mee bezig zijn met onszelf. En ja, dan maakt het nu even niet uit of dat we Fortuna hebben, Jong AZ of de week daarna Jong Ajax. Maar dat zal wel het NEC zijn wat je de komende weken moet gaan zien.